Dag beste Burgerlanders, het is vrijdagmiddag en we zijn hier bij het Schapenhoes in Neerde. En aanstaande zondag is het hier een groot spektakel. Dan mag iedereen een schaap scheren of meehelpen met scheren. En meneer Stel, de schaapherder, heeft ons uitgenodigd vandaag om even een kijkje te nemen. Het is hier wel heel erg rustig. Oh, daar ligt hij. Geweldig. Hij slaapt echt. Dan moeten we hem wel even wakker maken. Hoe gaan we dat doen? Oh, hier staat een bezem. Oh, dit heb ik nog nooit meer gemaakt. Geweldig. Meneer Stel. Meneer Stel. Goedemiddag. Ik ben van Nieuws uit Berkeland. Roy Nijman. U bent in slaap gevallen of... Ik ben wel enigszins een beetje durf ik wel, ja. Ik was aan het schaapscheren. Ik dacht, ik kwam er een uurtje tussen. Oké. Mogen we u storen? Ja. We komen zomaar binnenvallen. Ja, tuurlijk. Ik zet mijn stoel aan de kant. Dit zit toch niet op de film, of wat? Ja, dit staat allemaal op de film. of weet niet. Nee, nou, ik ben Altje op. De schaapscheerder. Schaapherder. En ik doe, kijk, ik heb er al wat gedaan. Maar dit heeft hij allemaal al gedaan? Ja, en dit is nog maar een klein gedeelte ervan. Ik heb ook nog wat thuis staan. Ja. Maar, dus u verdient bakken met geld met wol? Met wol, als je daar rijk van wordt, word je nooit weer arm. Dat is wel. Nee, ik word er nog eentje, mocht er nog. Ja. En de rest heb ik van de week allemaal gedaan. En ik heb er nog een partijtje voor zondag. Ik maak me zondag een leuke dag van met de mensen waren allemaal uitgenodigd. Iedereen die wil, mag komen kijken. En dan heb ik hier een bakje koffie staan waarschijnlijk. En wat voor de kinderen ook wel een beetje drinken. En dan maak ik gewoon wat leuks van. Iedereen mag even de skeermachine vasthouden als hij dat leuk vindt. Die mag even voelen hoe vet of die bol is. En hoe zwaar of dat is. En die mogen erin gaan liggen. En je kan er ook uitstekend in zitten, jongen. Op zich is wol, dat is heerlijk zitten. Is dat. Dus al dat soort dingen, dat mag allemaal. En je mag de schapen aaien en de lammetjes mag je aaien. En mag je dan ook zelf scheren? Ja, als je dat graag wil, dan mag je dat. Ik heb wel eens mensen gehad die dat even willen proberen. Dus dan mag dat. Iedereen mag even proberen. Ja. Even de machine vasthouden en dan kijken we zien hoe dat ding werkt. Maar is het een tondeuse of wat is het? Ja, het is een tondeuse. Kijk, het is een aardig pittig ding met aardige tandjes erop. Okay. En als je die dus in het vel steekt bij zo'n schaap, dan krijg je meteen krijg je zo'n gat in. Dus dan moet je altijd zien. Ja. Kom. Oh, daar gaat hij al. Kijk. Die tandjes die gaan heel hard in de weer. Een brutale vraag, maar wilt u voor Nieuws uit Berkeland een schaap scheren? Om te laten zien hoe dat gaat? Ik heb er nog één zitten, dus als je dat graag wil, dan doe ik dat even. Doe ik even een beetje olie eraan. Leg ik hem hier neer, op een doekie. Maar moet u niet protesteren? Waar tegen? Oh ja. Er zijn een hele hoop schaapherders vandaag naar Arnhem gegaan, volgens mij. Dat klopt, maar ik heb dat zondag al gedaan met een kudde. Okay. Ik heb hier al rondgetrokken en met een aantal mensen. En die hebben dat, toen heb ik ook gezegd, als sympathie met die schaapherders. Want als de subsidie eraf is, dan is het voor die mensen heel vervelend. Ja. Ik ben de enige schaapherder die geen subsidie krijgt. En die nergens een eindje voorop hoeft te houden. Die kan het allemaal zelf bekostigen. En ik probeer ervan te leven. Ja. Het is geen vetpot. Dat niet. Ik pak een schaap. Ik doe mijn hoed even af. Anders dan rolt me dat ding straks over de straat in. Deze moet nog? Deze moet nog. Oh ja, ik zie het. Die anderen zijn allemaal gladjes. Het is altijd nog wel een spektakel. Mijn vader die helpt me normaal altijd in, dat weet ik. Oh ja. Maar in dit geval moet ik het even zelf doen. Goed. Kom eens. Ik word dan niet aangevallen, of wel? Hij doet niks in je onderhoofd, die is waar je gaat zeggen. Let op, dit is een truc. Zo. Kijk, ik kan even of het uitje goed is. Kijk, dit is een schaap die heeft één lam gehad, zie je dat? Dan drinkt hij maar aan één kant, alleen aan deze kant. Oh ja. Zie je? Er is verder niks meer uit aan de hand, alleen. Het landen drinkt maar aan één kant. Maar hij is helemaal tam nu, of niet, als je hem op de rug legt?
Ik wil niet weten hoeveel dat ze nog kunnen winnen. Nou, ga die. Kijk, dan laat ik hem altijd eerst even winnen aan de machine. Dan weet hij dat hij trilt. Op de best pak vanaf, hè? Ja. Nee, dat tot hier dan denk je van, oh, dat kan nog iedereen. Ja, hij de honger wel vaart, dan kan je het wel. Ja. Ketti at üsteti yol Kalk kalkıyor esas soruyor Güneş güneş yine doğuyor Sabah oluyor sabah oluyor Güneş güneş yine doğuyor Sabah oluyor sabah oluyor Şimdi bayrak üstünde salınıyor Bize miti değil fikri yetiyor Bahir kalkıyor hesap soruyor Güneş güneş yine doğuyor Sabah oluyor sabah oluyor Güneş güneş yine doğuyor Sabah oluyor sabah oluyor Bir kimsesiz mezarında yatıyor Katilleri şimdi resim yapıyor Veysel kalkıyor, hesap soruyor Güneş, güneş yine doğuyor Sabah oluyor, sabah oluyor Güneş, güneş yine doğuyor Sabah oluyor, sabah oluyor En klaar is die. Finish. Ik denk altijd even als die mooi is geworden. Kijk eens. Helemaal klaar. Vinden ze dat nou ook lekker dan? Ik volgens mij maakt dat niks uit. Nee? Is het geen verkoeling? Want die vacht die isoleert zo erg. Dat zijn heel veel mensen. Want het is bloedheet en die dingen die moeten, die moeten geschoren worden. Maar dat is niet dat het zo warm dan hebben met die vacht. Maar ja. En zondag dan gaan we de ramskeren. Ja? Dat is iets extra's natuurlijk. Oké, dat wordt iets wilder dan? Nou, nee, niet wilder, maar dat heeft wel iets extra's. Ja. Dat is natuurlijk altijd wel leuk, dat zakje wordt geschoren en zo. Goed. Dat hebben we tegen nu nog drie doet. Hoe laat kunnen mensen zondag terecht? Zondag kunnen ze van 11 uur tot in de middag. Dan in de ja? Nou prima, wij zijn er ook bij. Nou oké, ik hoop dat je het leuk vond. Zeker. Tot ziens. Zal ik je nog even in die wol smijten? Nee, dankjewel. Nou, ajuze. Zie je zondag. Doei. Yo.